Volgens mij is het 7:30. Dan kunnen we beginnen. Iedereen hartelijk welkom voor deze avond. In het bijzonder ook aan de luisteraars die thuis zitten bij de kerktelefoon. Op deze improvisatie en samenzangavond ten bate van de Stichting Ontmoeting. Die als thema heeft meegekregen bij u. Mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. We hopen samen een goede avond te mogen ontvangen, die middelijkerwijs ook nog een voorbereiding mag wezen op de rustdag morgen. Ik zou willen openen met het lezen van het schriftgedeelte waaruit straks ook gemediteerd zal worden, en dat is Psalm 36. Ik wil met u lezen de 36e psalm uit Gods woord. Daar staat hier als samenvatting boven goddeloosheid en de rijkdom van Gods genade. Een psalm van David, een knecht des Heren, voor een opperzangmeester. De overtreding des goddelozen spreekt in het binnenste van mijn hart. Er is geen vreze Gods voor zijn ogen, want hij vlijt zichzelf in zijn ogen als men zijn ongerechtigheid bevindt die te haten is. De woorden zijns monds zijn onrecht en bedrog. Hij laat na te verstaan tot weldoen. Hij bedenkt onrecht op zijn leger. Hij stelt zich op een weg die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. O Heere, uw goedertierenheid is tot in de hemelen. Uw waarheid tot de bovenste wolken toe. Uw gerechtigheid is als de bergen Gods. Uw oordelen zijn een grote afgrond. Heere, gij behoudt mensen en beesten. Hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God. Dies de mensenkinderen onder de schaduw uw vleugelen toevlucht nemen. Zij worden dronken van de vettigheid uws huizes. En gij drenkt hen uit de beek uw wellusten. Want bij u is de fontein des levens. In uw licht zien wij het licht. Strek uw goedertierenheid uit over degenen die u kennen, en uw gerechtigheid over de oprechten van hart. De voet der hoovaardigen komen niet over mij, en de hand der goddelozen doet mij niet omzwerven. Aldaar zijn de werkers der ongerechtigheid gevallen. Zij zijn nedergestoten en kunnen niet weder opstaan. Zoeken we samen in gebed het aangezicht van de Heer om hem om een zegen te vragen. Heere, gij God des hemels en der aarde, u die alle dingen leidt naar de raad van uw heilige wil, en die alles doet wat u zich hebt voorgenomen, bij wie geen verandering is. Wij mogen aan de avond van deze dag in dit oude gebedshuis voor uw aangezicht komen. Samengekomen om psalmen en liederen te zingen, te luisteren naar orgelzang en ook naar uw heilig woord. En we mogen u wel dank zeggen dat wij in ons land nog zulke mogelijkheden hebben. En daarom bidden wij u, wilt u ook onze harten maar bereiden, Heere, om het orgel te bespelen, om uw woord te verklaren en om alle dingen met stichting te mogen aanhoren, beluisteren, overleggen in onze harten, de woorden die wij zingen en horen, hier in de kerk, maar ook allen die met ons meeluisteren deze avond via de kerktelefoon. Heere, wil zelf in ons midden zijn en het tot een zegen stellen. Opdat ook deze manier van samen zijn en het beluisteren van het orgelspel een voorbereiding mag wezen op uw heilige dag. Heere, dat ons hart nog opgewekt mag worden om de voorhoven des Heren te betreden. Heere, wij bidden u, wilt u gedenken in het bijzonder de stichting waar we ook deze avond onze gelden voor bijeenbrengen. Wil ons geven, Heere, te mogen geven met liefde.
Wilt u de stichting Ontmoeting ondersteunen, allen die daar hun werkzaamheden hebben, allen die daar ook zorg mogen krijgen. En dat op velerlei verschillende wijzen willen tot een zegen stellen. En dat deze hulp aan onze naasten, aan dak- en thuislozen, mag voortkomen. Niet alleen maar vanuit een menselijke genegenheid die u ons nog laat, waar toch de liefde van velen in onze tijd verkoud en verkilt. Maar dat wij die hulp, het zij als bestuursleden, het zij als degenen die op de werkvloer staan en met de mensen hun omgang hebben en de zorg verlenen, dat het zou mogen zijn, Heere, vanuit die naastenliefde die uw woord ons onderwijst, die toch voortvloeit uit de liefde tot u, die toch enkel het gevolg is, de vrucht van uw liefde voor een zondaar. Daarom smeken wij u, wil u dat maar werken, opdat deze werken der barmhartigheid mogen voortkomen uit het besef dat wij alleen van uw barmhartigheid kunnen leven. Dat ten diepste in dat opzicht wij allen dak- en thuislozen zijn, indien wij nog nooit in Christus bij u, o God, een thuiskomen hebben ontvangen. Wil u die ernst ook op ons hart binden, dat wij met u verzoend moeten worden, opdat wij nog weer door genade een plaats van geborgenheid mogen ontvangen, die zelfs door de dood niet zal worden afgenomen. En opdat wij ook mogen verstaan, Heere, dat we maar onderweg zijn. Dat wij hier geen blijvende stad hebben, niemand van ons, ook al hebben wij wel een huis en een thuis. Nochtans onderweg naar de grote dag van uw gericht. En wie zal dan bestaan? Indien het niet voor ons zou gelden, zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Heere, wil u zo uw nabijheid nog betonen, uw zegen verlenen. Ondersteun allen die deze avond ook een bijdrage hopen te geven. Laat alles met orde en goede stichting mogen plaatsvinden. En dat smeken wij u, Heere, uit onverdiende goedheid, ook een zegen voor ons koningshuis. Wat zijn daar ook een zorgen, en zo staan wij ook vlak voor de viering van de Koninginnedag. En toch ligt er een schaduw overheen, vanwege een zo ernstig zieke en geslagen prins in Londen. Wil u hem gedenken? Ach Heere, hij kan niet eens bidden. Wij kennen zijn toestand niet precies, maar u wel. Zou hem nog willen gedenken uit uw grondeloze ontferming, want een andere reden is er niet. En u ook ontfermen over ons koningshuis, want het smart ons toch dat ze niet met u wandelen en met u leven. En nochtans hebt u hen over ons gesteld en aan ons land gegeven en in hun voorvaderen ook grote zegeningen willen schenken. Och Heere, gedenk ze nog om die vaderen in wier harten u gewerkt en gewoond hebt. En zou u ook in het koninklijke hart van onze koningin en van de kroonprins, ja van heel de koninklijke familie, nog plaats willen maken voor u als de hoogste en de grootste koning, ja de koning van alle koningen der aarde, opdat ook zij het Heere met troost en vanwege uw gunstrijk aangezicht in Jezus Christus nog zouden mogen beleven. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Ontferm u over haar die zulk een zware taak heeft gekregen. Wilt u haar de liefde, de wijsheid, het geduld, ja alle krachten daartoe verlenen. En ook haar gedenken, onze koningin, in de persoonlijke omstandigheden waarin u haar leven leidt. Heere, later geboren mogen worden daar, maar evenzeer bij ons die hartelijke verlegenheid om u. De enige koning die toch die zegen kan geven, dat zalig goed
boven alle goon. Zo bidden wij u. En trachten onze gebeden en vragen, noden en zorgen voor uw rechterstoel, voor uw troon der genade neer te leggen. Hoor en zie ons dan aan in Sions vorst en zaligmaker, de Heer Jezus Christus, tot roem van uw heilige naam, tot troost voor onze zielen. Uit genade. Amen. Wij zullen het programma volgen zoals het staat aangegeven. Ik wil echter, voordat ik het straks misschien vergeet, dat kan zomaar gebeuren, nu alvast aangeven dat na de orgelimprovisatie op het Wilhelmus, dat wij daarna de samenzang van het Wilhelmus staande aansluitend op het orgelspel zingen. Dus aansluitend op het orgelspel zingen wij staande, voor zover dat mogelijk is uiteraard, de vier versen op het programma. Wij gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 60 en daarvan het eerste en het zevende vers. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. Gij zijt op ons vergramd geweest. Het zevende vers, geef gij ons hulp in tegenheen. Bij u is raad, bij u alleen. Psalm 60, vers 1 en vers 7. Thank you.
Ik zou vanavond in het bijzonder een ogenblik met u willen stilstaan bij het 8e vers van Psalm 36. Psalm 36, vers 8. Hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God. Dies de mensenkinderen onder de schaduw uw vleugelen toevlucht nemen. Wat is voor ons, voor jou, voor u, voor mij, het meest kostbaar op aarde? Wat is de schat waar wij alles, maar dan ook werkelijk alles, over hebben? Als David antwoord zou geven op die vraag, dan zou hij met het gezongen vers van Psalm 4 hebben gezegd, en hij heeft het gezegd: Gij hebt mij in het hart meer vreugde gegeven dan anderen smaken in een tijd als zij door aards geluk. Of is dat onze grootste schat, onze diepste troost op aarde? Niet voor David. Als zij door aards geluk verheven bij koren en most, wel lustig leven in hun overvloed verblijd. Voor David mag het wel crisistijd zijn. Want hij zegt: schoon het onheil schijnt voor mij geschapen. En dat zien wij ook in Psalm 36. Daar ziet hij de goddelozen gaan in hun wegen. En het lijkt wel alsof zij heersen. Het lijkt wel alsof het hen ongehinderd voor de wind gaat. En die gedachtegang komen we vaker in het boek van de Psalmen tegen. Het lijkt wel alsof hun leven niet stuk kan. En hoe meer zij in het leven groeien, hoe meer voorspoed zij genieten, hoe vaster ze lijken te staan, hoe meer hun leven ademt, wie is God? En dat is wat David ziet in hun leven. De goddeloze bemint de zonde in al haar vormen, die maar te bedenken zijn. En als de Heer ons enigszins eerlijk heeft gemaakt door zijn geest, dan weten wij met Paulus, die schrijft in een van zijn brieven, dat ook hij eertijds, net als iedere zondaar, een liefhebber der wellusten was. Of zoals de apostel der liefde Johannes het zegt: de grootsheid des levens, de begeerlijkheid der ogen en des vleeses, deze tegenwoordige wereld met alles wat de duivel daarin aan waren weet aan te prijzen. En laten we maar eerlijk zijn, daar hoeven we geen jongeren voor te zijn. Dat is het goud, de vreugde, die ons vanwege onze geboorte uit Adam en Eva trekt. Zoeken wij het vanuit onszelf, vanwege de geaardheid van ons hart, het ware geluk, de ware tevredenheid, ook niet in de dingen die deze tegenwoordige wereld aanbiedt. En dan nog maar eens de vraag. En dat is een vraag waar toch antwoord op moet komen tussen de Heer en onze ziel, ons eigen hart, zo heel persoonlijk. Wat is u het meeste waard? Wat is uw kostbaarste bezit? Of moeten wij zeggen dat wij daar enigszins wel aan ontdekt zijn en toch nog moeten zeggen: het ontbreekt mij aan die dierbare schat van Gods genade,
aan die dierbare schat van Gods goedertierenheid in Christus Jezus. Want de dichter komt eigenlijk woorden tekort als die denkt, als die weer opnieuw mag beleven, als die terugdenkt ook aan de tijden waarin de Heere hem dicht onder zijn vleugelen trok. En dat hij dus ook onder die vleugelen mocht vluchten, want er is geen vluchten zonder getrokken te worden toch. Dan komt hij woorden tekort om uit te drukken hoe dierbaar de goedertierenheid van God is. Want met dat woordje begint onze tekst. Hoe? Dat geeft aan dat de diepte ervan niet te verwoorden is. Dat geeft aan dat de troost en de rijkdom ervan niet is uit te drukken in woorden. Hoe onuitsprekelijk, hoe onpeilbaar is uw goedertierenheid. En dan lezen wij in deze psalm dat voor David de grootste schat niet de zegeningen zijn. Hoe vaak is het niet, als dit nou uit mijn leven was weggenomen, of als ik dat nou maar niet had mee hoeven maken, of als de Heere mij deze of gene dat voorrecht, die zegening zou willen verlenen, dan. Wie van ons is geholpen met de zegeningen? David niet. Want het gaat David niet om de zegeningen van God, maar het gaat David om de God van de zegeningen. En dat is een groot onderscheid hoor. Dat lijkt hetzelfde. Maar het is het verschil tussen tevreden zijn met wat God mij geeft, of tevreden zijn met alleen wie God is. Want hij spreekt in Psalm 36 over de goedertierenheid van God, die die kloof tussen hemel en aarde vervult. Uw goedertierenheid is tot aan en in de bovenste wolken. Die goedertierenheid heeft zo overvloedig geregend in zijn leven. Die nabijheid van de Heere, die ontfermingen van de Heere, die beschermingen door de Heere. Want dat is zijn goedertierenheid. Daar staat een woord dat zegt, sommigen vertalen het ook zo, uw verbondsliefde. En dan spreekt hij over de gerechtigheid van God. Die is voor David niet meer bedreigend. Dat is niet meer een eisende gerechtigheid in zijn leven. Nee, dat is een gerechtigheid die in Christus haar antwoord en volle genoegdoening heeft gekregen. Want als hij spreekt, dies de mensenkinderen, dat is de reden waarom de mensenkinderen vanwege uw goedertierenheid onder uw vleugelen de toevlucht nemen, dan gaat het maar niet zo over mensenkinderen in het algemeen. Nee, dan gaat het hier over mensenkinderen die hem vrezen. Dan gaat het hier over mensenkinderen die van zijn goedertierenheid hebben geproefd. En die proevend en smakend hebben beleden, smaakt en ziet dat de Heere goed is, niet het goede van de Heere, maar de Heere die zelf goed is. Hij heeft de Heere leren kennen en lief krijgen. Hij heeft bij de Heere schuiling mogen vinden. Vanwege wie God is, als de rechtvaardige, uw gerechtigheid, als de goedertierene die zich in liefde ontfermt over het zondige en het dwaze en die trouw blijft zijn waarheid bewaart. Zelfs dan, als zij zo diep kunnen vallen, als zij zo ver kunnen afdwalen en die nochtans trouw blijft in hun leven, dat is het grootste wonder voor hem geweest. En daarom mag dit in onze psalm uitjubelen, uitbelijden. Hoe dierbaar. Mag ik daar ook eens een voorbeeld, een Bijbels voorbeeld bij aanhalen? Dat vluchten onder de schaduwen van zijn vleugelen. Dat wil zeggen, vluchten tot hem in zijn gemeenschap.
vluchten ten diepste onder de vleugelen van die zonne der gerechtigheid. Dat woord zal ons niet onbekend zijn. Die zonne der gerechtigheid die gevleugeld is met goedertierenheid en onder wiens vleugelen genezing is, zegt de profeet Maleachi. Dan zie ik daar Esther gaan. En Esther heeft op alles de dood geschreven gekregen. Want zij en haar volk zijn ten dode opgeschreven, overgeleverd, verkocht door de Satan. En zijn boze handlanger Haman, de goddeloze, wiens leven wel niet stuk lijkt te gaan en wiens ster reizende is in het rijk van de Perzen en de Meden. Maar het slaat bij haar naar binnen. En dan moet zij naar die koning Ahasveros. Naar zijn gouden scepter. En dat is de gouden scepter van een grillige vorst. Die vandaag zus geluimd en morgen anders geluimd is. Wie durft tot zo'n vorst de toevlucht te nemen? Wie durft zijn leven te wagen bij zo een? En zij is gevlucht in het gebed, onder de vleugelen van die almachtige schepper, die getrouwe verbond Jehovah. En weet u, dat heeft haar alles gekost. Zullen wij ooit met David belijden, hoe groot, met berijmingen, hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen in Christus genadig uitgebreid voor zulken dwaze mensenkinderen? Dan mag ze haar leven verliezen aan de voeten van de genadetroon. Daar verliest ze haar kroon, daar verliest ze haar koninginnenschap, daar verliest ze haar leven. Daar verliest ze alles. En daarom kon ze naar Ahasveros gaan. Omdat ze bij die goedertieren God zichzelf met al haar schuld en zonde, maar ook met haar door de dood gedreigde volk bij de Heere kwijt mocht raken. Hoor. En onder zijn vleugelen heeft zij mogen betrouwen. En onder zijn beschutting en onder zijn bescherming heeft zij een veilige wijk gevonden. En dan krijgt de mens zich er in het dagelijkse leven ook voor over. En dan komen wat komen. Maar omdat haar in Christus de gouden scepter van 's hemels wegen is toegereikt geweest, kon ze gaan naar de gouden scepter van een grillige vorst. En hoe heeft Esther het ook mogen spreken in die dagen, toen de Heere uitgeholpen heeft in zulke ongedachte weg en naar zulke verzondigd leven. Hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God. Nou, dat is een eenvoudige vraag dan ook aan u en aan mij, aan jou. Leerden wij ook als zulke verloren zondaar, met inlevering van alles, ons te verliezen aan die God om te proeven en te smaken? Dat is de enige weg. Met verlies van jezelf. Met inleveren van jezelf. Zijn goedertierenheid in Christus Jezus te mogen proeven, zelfs over de grootste der zondaren. En waar die godskennis gekomen is, daar zal een gedurige trekking zijn om onder zijn vleugelen. En dan kunnen wij denken aan de vleugels boven de ark, waaronder God wilde spreken vanaf het deksel der verzoening, de troon der genade. Dan kunnen wij denken aan de vleugels van die zonne der gerechtigheid, Jezus Christus. Kom, werd u al verzoend met God? David wist,
uit ervaring. Daar wordt de rust geschonken. Aan verloren zondaren. Daar wordt de rust geschonken. Aan degenen die om Christus wil gunst vinden in de ogen van die barmhartige God. Dan is het niet de barmhartigheid van God. Dan is het niet de gerechtigheid van God. Dan is het niet de almacht van God die ik nodig heb. Ik hoop dat u het verschil mag verstaan. Maar dan heb ik die barmhartige God. Die rechtvaardige God. Die almachtige en tot in eeuwigheid trouwhoudende God nodig. Lief. Dan vrees ik hem. Dan zou ik nog een keer willen vragen vanavond. Wat is voor u het meest dierbaar? Wat is voor jouw hart het allervoornaamste? Wie is onze vreugde? Wie is onze rijkdom? Wie is onze troost? Wie is onze rust? Wie is onze vrede? Schoon het onheil schijnt voor ons geschapen. Wij gaan met elkaar zingen. Psalm 36, daarvan het eerste en het tweede vers. Onderwijl zal er gecollecteerd worden en de collecte zal in zijn geheel komen ten bate van de Stichting Ontmoeting, aangezien de kosten al door de sponsors zijn betaald. Waarvoor hartelijk dank. Dus uw gaven worden bijeengebracht voor de Stichting Ontmoeting. Nogmaals, straks aansluitend op de improvisatie zingen wij het Wilhelmus en de vier aangegeven versen, staande voor zover dat mogelijk is. En nu zingen wij Psalm 36, vers 1 en vers 2.
Ik mag u allereerst bekendmaken dat de collecte heeft opgebracht het bedrag van 719 euro en 15 eurocent, waarvoor u hartelijk dank wordt gezegd. We willen zo aan het einde van deze avond gekomen ook een dankwoord uitspreken voor de komst van de bovenstemgroep uit Genemuiden. Voor de organist van deze avond ook een dankwoord aan de koster van de hervormde kerk hier en de kerkvoogdij van de hervormde kerk. Ik denk dat we ook het comité Stichting Ontmoeting mogen dankzeggen voor het organiseren van deze avond. We zijn aan het einde gekomen. We willen dan ook samen het aangezicht van de Heer zoeken om Hem dank te zeggen dat we hier bij elkaar mochten zijn. Laat ons samen bidden. Heere, zo hebben we onze liederen mogen zingen. Uw woord is gelezen. En nog wie kan toch uitdrukken hoe groot, hoe heerlijk, hoe lieflijk, hoe zielsvertroostend en Godverheerlijkend uw dierbare goedertierenheid is voor allen. Heren die door uw liefde voor de wereld werden bedorven. En dat smeken wij u. O, laat toch een druppel van uw liefde voor het eerst of opnieuw vallen in ons hart. Het hart van de kinderen en de jonge mensen die vanavond met ons hier in de kerk waren. Het hart van ons allen. Heren, degenen die een bijdrage mochten geven. Wij smeken u. Wil toch die liefde die de zonde doet sterven in ons hart. Die de liefde voor de zonde en de wereld doet verdorren en wegkwijnen. In onze harten uitstorten. Die liefde, Heere, die ook zal dringen om niet uit eigen kracht, maar Heere, opgevoed door uw geest en woord, alleen uit Hem, uit wie en in wie alle kracht is, bediend uit Christus Jezus, die de grootste vijand van al de vijanden uws volks, ja, de grote tegenstander van u, de kop heeft vermorzeld. Esther zag Hamans val. En Heere, hoe vaak heeft uw levende kerk in het tijdelijke leven de val van hun, dat is uw vijand, mogen zien. Maar uw levende kerk ziet toch die val voornamelijk in Golgotha. Waar u in uw stervende liefde en de oprichting van de borggerechtigheid, door Jezus Christus, de kop van de Satan hebt vermorzeld. En daarmee de ganse macht der hel. O, geef hem dat uw volk ook die troost mag proeven en smaken en daardoor gesterkt, stervend aan zichzelf het kruis opnemen. Ook al schijnt het onheil voor hen geschapen, maar nochtans wetende meer dan overwinnaars te zijn door de Heer Jezus Christus. Dat die liefde dan ook mag dringen tot een waarlijk vroom leven, niet zichzelf behagend, noch de godsdienst, maar u, die God die in de hemel op hen een oog van genade hebt geslagen. Heere, zou u dat nog waar willen maken en uit willen werken in ons aller hart en leven? Boven allen komt u deze avond de dank toe. U gaf dat we hier mochten zijn, dat alles met orde mocht verlopen. Heere, wil het uwe dan ook genadig zegenen. Geef ook dat het mocht medewerken en mag medewerken om uit te zien naar uw dag. Uit te zien zoals wij ook werden opgeroepen in het vaderlandse lied. Uit te zien naar het heilzame woord van u. Om al onze hoop en al ons vertrouwen enkel en alleen te stellen op u, die God, die niet begeeft en niet verlaat, dat arme volk, ellendig in zichzelf, nochtans vertrouwend op uw naam alleen. O, bekeer ons daartoe, voor de eerste keer,
Maar Heer, uw volk heeft toch dagelijks bekering nodig. Tot de laatste snik toe. Geef dan ook dat er onder ons een volk mag zijn. Dat het mag verstaan. Dat het slechts een tiendaagse verdrukking is. En dat het, zoals wij zongen, haast voorbij zal zijn. Geef, Heeren, een levende verwachting van uw wederkomst als de koning der koningen. Dat uw koninkrijk komen en mogen doorbreken. Dat de goddeloze zal worden verdaan. Dat de duivel zijn diepste en nooit eindigende val in die poel die brand van vuur en zwavel zal maken om opgesloten te worden in de afgrond van uw oordelen. En uw volk, die nieuwe hemel en aarde mag beërven, waar u, o God, alles en in allen zult zijn, en waar ze zich hier bij de aanvang en daar in volkomenheid mogen verlustigen in u, de Heere, hun getrouwe verbond, Jehovah, om en in Christus. Heere, verzoen dan onze zonde en onze schuld. Wilt u geven dat we ook allen veilig thuis mogen komen? De een dichterbij, een ander verder weg. Maar Heer, hoe kort of lang de reis ook zal zijn, we zijn van u afhankelijk. O, strek dan nog uw bewarende handen over ons uit. En breng ons veilig daar waar we verwacht worden. En dit alles bidden wij u. In de vergeving van onze zonden, ziende op hem. Die overste leidsman en voleinder des geloofs. Die koning der koningen en die Heere der heren. Zie ons aan in hem, die gij hebt verhoogd en zult verhogen aan uw rechterhand, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Dan wens ik u allen een gezegende zondag en wel thuis.